Hoe ziet jouw dag als dierverzorger hier op de savanne er nou eigenlijk uit? We hebben daar een aantal ruiven en hier langs de boom. Ik begin 's ochtends met het controleren van alle dieren. En wat ben je dan nu dus aan het doen? Hey, jij daar. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Niels en in deze serie wil ik graag de beste dierenkenner van, nou ja, heel Nederland worden. Hier in Dierenpark Amersfoort sta je oog in oog met de meest bijzondere dieren. Van leeuwen tot, nou ja, giraffen. Hè, en van neushoorns tot zelfs mieren. En al die dieren die worden verzorgd door onze dierverzorgers. Maar ja, hoe doe je dat? Hoe verzorg je een giraf? Of hoe verzorg je een boa constrictor? Ik heb geen idee, maar Philippe en Paul die kunnen mij waarschijnlijk wel vertellen hoe dat nou gaat. Gaan jullie mee? Hey Paul, je bent er al. Hey Niels, wat leuk dat je er bent. Ja, ik zie dat je ook gelijk al bezig bent. Wat ben jij nu aan het doen? Ik ben de mieren blad aan het geven. En dan kunnen ze dat blad snijden, nemen ze dat mee naar de schimmel en dan voeren ze dat aan hun schimmel. Voeren ze dat aan de schimmel? Ja, dat voeren ze aan de schimmel omdat de schimmel dat nodig heeft. En zij zijn weer totaal afhankelijk van de schimmel. Dus de schimmel is eigenlijk weer hun voer. Dus de schimmel kan niet zonder de mier en de mier kan niet zonder de schimmel. Nou kijk, dat is precies ook waar ik voor kwam. Hè? Van, hoe is het om een dierverzorger te zijn? Dus, nou ja, hoe ziet jouw dag als dierverzorger hier in het 100.000 dierenhuis er nou eigenlijk uit? Ik begin 's ochtends met het controleren van alle dieren. Daarnaast bereid ik ook hun voer en dat voer ik ook aan ze. Ik controleer de klimaten, dus ik zorg dat het overal warm genoeg is en vochtig genoeg. En ik maak ook de verblijven schoon. Nou, dat is best een drukke dag. Zeker, ja. Is er nog iets wat je nog niet hebt gedaan? Want dan ga ik graag even mee natuurlijk. Nou, ik moet nog wat verblijven sproeien, dus dan moet ik het even een beetje vochtig maken. Nou, ik loop met je mee. Ja, dat is prima. Hey, een letter. Wat is die nou hier? Ja, nou, ik denk dat die van mij is. De letter F. De F van Fiji Leguaan. Oh, ja. Die leeft hier ook in het 100.000 dierenhuis. En wat ben je dan nu dus aan het doen? Ik ben hier dus aan het sproeien. En daarmee laat ik het eigenlijk regenen. Deze dieren die komen uit een tropisch regenwoud. En daar regent het best wel veel. Maar ze hebben hier een dak op gemaakt. Ja. Dus dan moet ik het maar laten regenen. Oké, dus eigenlijk ben jij de regen voor de dieren? Ja, eigenlijk wel. Doe je dat dan hier bij alle dieren? Nou, eigenlijk alleen bij de dieren die uit vochtige gebieden komen. Dus bijvoorbeeld het Gila-monster, die komt uit een woestijn en daar regent het niet zoveel. Dus daar hoef ik het niet zoveel te doen. En wat is nou het verschil tussen jouw werk hier in het 100.000 dierenhuis en bijvoorbeeld het verzorgen van de giraffen bijvoorbeeld? Ja, dat is wel een hele goede vraag. Eigenlijk, giraffen zijn vooral hele grote dieren en die poepen ook wel wat meer. En dat doen mijn dieren niet zo hier in het 100.000 dierenhuis. Dus hier haal ik één keer in de week een poepje weg met een handschoentje. Terwijl ze op de savanne bij de giraffen hele kruiwagens weghalen. Ah, ja. En daarnaast ben ik hier ook heel erg druk met klimaat en warmte en dat soort dingen. En dat is bij de giraffen. Ze moeten het ook warm hebben, maar die zijn vooral buiten. Ja. Dus ik denk dat de grootste verschillen zijn tussen een verzorger hier en een verzorger van de giraffen. Maar als je snel bent, dan kan je nog naar dierverzorger Fliek. Ja. Want die staat vandaag op de savanne de dieren te verzorgen. Op de savanne? Ja. Oh, dan ga ik daar snel heen. Dankjewel. Misschien tot de volgende video en dan ga ik snel kijken bij Fliek. Ja, doei! Hey, kijk, weer letters. De G van Gila-monster. En het dier leeft in de woestijn en is zelfs giftig. En de R van reptiel, want een Gila-monster behoort tot de reptielen. Zo, die nemen we mee. En dan op naar Philippe. Hey, Philippe, je bent al druk bezig, zie ik. Ja, hoi Niels. Ja, ik kom net uit de zebrastallen. Die heb ik uitgemest. Hey, Philippe, hoe ziet jouw dag als dierverzorger hier op de savanne er nou eigenlijk uit? Nou, dat wisselt eigenlijk heel erg. Maar in grote lijnen voer ik de dieren. Ik maak de stallen schoon. Ik train met de dieren. Ik observeer ze. Dus ik controleer of ze goed hun dingen doen wat ze moeten doen.
En verder maak ik heel veel lol met mijn collega's. Dat is denk ik ook heel belangrijk. Ook heel belangrijk, ja. Ja. Verder brengen we ook nog wel eens poep en mest naar de dierenarts voor onderzoek. Ah, ja, dat heb ik wel eens gezien bij Crespijn, ja. Ja. Hey, en op de savanne leven natuurlijk verschillende dieren samen. Waarom is dat? Nou, in het wild leven ze natuurlijk ook met z'n allen door elkaar. En ja, dat hebben we hier geprobeerd na te bootsen. En dat noemen we met een moeilijk woord mixed exhibit. En dat is eigenlijk om wat gedragingen uit te lokken die ze in de natuur ook vertonen. En eten al die dieren dan ook hetzelfde? Nee, zeker niet. Maar dat kan ik je wel even laten zien als je wil. Oh, nou, ik loop hier mee. Ja, gezellig. Nou, we zijn hier in de hooischuur. En hier staat al het ruw voor van dieren. Zo noemen wij dat. Dus dat houdt in het hooi en het luzerne. Hierachter zien we het luzerne. Dat is voor de giraffen. Maar ze krijgen niet alleen ruw voor. Ze hebben ook nog krachtvoer. En dat heb ik hier. En dat zijn brokjes. Oh, ja. Dit is van de schapen en dit is van de ezels. Dus dat ziet er heel anders uit. En hoe zorg je dan voor dat elk dier ook voldoende te eten krijgt? Nou, dat kan ik je wel laten zien. Kom maar mee. Oké. Nou, we zijn hier bij de savanne. En dan kun je eigenlijk heel mooi zien dat de giraffen heel mooi hoog gevoerd worden. We hebben daar een aantal ruiven. En hier langs de boom. En de zebra's, oryxen en impala's, die kunnen langs de rivier eten. En daar hebben we hooiplatjes voor ze. Verder eten de zebra's ook nog af en toe de kruimeltjes van de giraffen mee. Want die laten natuurlijk wel wat vallen. Oh, en ja, die gaan het niet van de grond af eten. Ja. Dus dat doen de zebra's voor ons. Ja, dus zo zorgen we eigenlijk dat alle dieren toch hun hapje mee kunnen eten. Ja. Dat is dan wel weer heel anders dan bij de reptielen natuurlijk. Ja, zeker. En dan heb je nog niet eens bij de roofdieren of bij de vogels meegekeken. Nee, maar ik denk dat ik dat bewaar voor een volgende video. Lijkt me een goed plan. Mag ik jou ontzettend bedanken voor je kennis. Zeker. En dan ga ik snel verder op avontuur. Misschien tot de volgende keer. Tot de volgende keer en heel veel succes. Dankjewel. Hey, weer twee letters. De A van agaatslak, die kun je vinden in het 100.000 dierenhuis. En de I van impala, en die lopen op de savanne bij de zebra's en bij de giraffen. Nou, we moeten maar eens kijken. Dan hebben we dus de A en de I. Maar ik had natuurlijk ook al de G, de R en de F. Nou, eens even kijken. Hey, als jij het al weet, hè. Laat het even weten in de reacties. Raf. Ik weet het. Kijk eens aan. Giraf. Ja, de giraffen die hebben we natuurlijk vandaag gezien, want die staan hier op de savanne. Want deze dieren zijn dus echte planteneters en ze eten graag bladeren. En ik hoop dat jij vandaag ook heel veel hebt geleerd over hun verzorging. Hey, en over een paar weken, hè, ga ik weer op avontuur en daar wil jij natuurlijk ook bij zijn. Dus abonneer je op het YouTube-kanaal van Dierenpark Amersfoort. Doe een duimpje omhoog voor deze video. En dan zie ik jou bij een volgende video weer. Doei!